Terwijl de grote jongens 1 week ver zijn in de Ronde van Frankrijk, strijden de aspiranten in Izegem voor de provinciale titel. De aspirantenwedstrijd is een vaste waarde op de kalender, maar het is de eerste keer dat de organisatie zich waagt aan het provinciaal kampioenschap. Jaarlijks is er in het begin van mei een aspirantenkoers in de week achter de kerk. Hier is er altijd, of 5 jaar al, een koers voor nieuweling. Maar dit jaar dus is met aanbesteding en hadden we een keer hoestingen om een kampioenschap in te richten. Een provinciaal kampioenschap voor aspiranten zorgt altijd voor enkele verrassingen. Zo kwam de provinciale titel voor Lotte Verbeke. Het is mijn 3e koers en ik had wel verwacht dat ik goed ging zijn, maar zo goed ook niet. De familie van de jonge renners is natuurlijk heel erg belangrijk, toch blijven de meesten er erg rustig onder. Ja, we verwachten zeker dat hij vooraan zich kan handhaven in de wedstrijd. En dan zien we wel op het einde. Hoogstwaarschijnlijk wordt het toch een spurt met een beperkte groep. En hopelijk zit hij vooraan. Hè. In de laatste bocht, Lindert die gewonnen heeft, nam de buitenkant. Die had wat meer snelheid op mij en ik pakte de binnenkant. En hij was weg en ja. Zo. De jonge talenten hebben nog een lange weg af te leggen, maar een provinciale titel kan de eerste stap zijn naar een roemrijke carrière.